doet heel veel al. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Bullshit Boulevard. Vandaag gaan we weer terug naar de tattoo shop VVV in Beverwijk bij Rick Scholten. Bij de laatste hebben we een Darth Vader laten zetten, daar is ook een filmpje van. Dat is een serieus look. Ik wou net zeggen, ja, dat de look is als je niks voelt, kan je mij misschien toegeven. Oké, doet een klein beetje pijn. In de tussentijd ben ik nog geweest voor een nieuwe tatoeage van Dragon Ball Z. En nu gaan we terug om een tweede Dragon Ball Z tatoeage te laten zetten. En dat gaat weer een klein beetje pijn doen. Remy die gaat niet mee, want ik heb totaal geen reden om mee te gaan. Mijn vriend Remy is de beste. Maar goed, we gaan een dikke vette video opnemen. Dus ja, check het. Boeka! Welcome to the end of your life. And I promise it's going to hurt. Tattoo tijd, gaan we dus. Eerst even snel een broodje eten bij de Dekenmarkt, want ik kapot van de honger. Anders zit ik daar weer de hele dag te miepen dat het pijn doet en dat ik geen energie heb en zo voor al die dingen. Ik heb even een broodje gegeten en de reis gaat verder. We gaan richting de tattoo shop. Change of plans. Dan wel even pas op je been. Ga even pas op mijn been. Ik word sexy en glad. Kijk maar, even draaien op je buitenkant ook meteen even. Dan kan ik dit als een foto van maken. Dit is de vorige tattoo, daar hebben we geen filmpje van gemaakt, van deze hier wel. En ik krijg er een tweede bij vandaag. Mijn homeboy Vegeta komt erop. Ik vind dit lelijk. Deze keer geen shots genomen van dat ik pijn heb, want ja, dat stond me niet zo heel cool vorige keer. Even de laatste fotootje schieten. En dan is hij klaar, hij is al klaar en dan is het filmpje ook klaar. Dus,
Nou, dit was hem. Dit is het einde van de film. Ik heb al mijn portemonnee is waarschijnlijk leeg zo. Rick is ook blij. Heb je nog wat te melden, Rick? Hè? Nee, dat is mijn leven, het meeste pijn. Ja, dat doet inderdaad het meeste pijn. Mij dan, hem niet. En, maar ja, ik heb er wel even terug natuurlijk. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden. Als jullie het niet leuk vinden, hoef je ook lekker niet meer te kijken. En tot de volgende keer. Boeka! Him too! You know who joined the Super Saiyan Club? He is on our side, isn't he?